Wat een slappe hap. Echt slappe hap, voorzitter. Ik heb een kwartier naar de minister-president geluisterd. En hij gebruikt woorden als wij zijn bezorgd. Wij denken dat het in strijd is met internationaal recht. Wij moeten een balans bewaren. Voorzitter, in dit gebeuren hoef je niet pro-Palestijns te zijn of pro-Israël te zijn. In deze zaak moet je voor vrede zijn. Je moet tegen bezetting zijn. Je moet tegen onderdrukking zijn. Je moet tegen apartheid zijn. En in die zin is de maatstaf het internationaal recht, voorzitter. En de Nederlandse regering heeft keer op keer uitgesproken dat Israël handelt in strijd met het internationaal recht. En het enige wat we vandaag van de minister-president horen is, we proberen een balans te bewaren. Voorzitter, mijn concrete vraag is, deze meneer is 10 jaar minister-president van Nederland. Dat is onze minister-president. Ja, onze minister-president is 10 jaar minister-president van Nederland. En 7 dit is de houding, 3 achtereenvolgende kabinet Rutte, is dit dezelfde houding. Maar wat is er nou veranderd in het Midden-Oosten? Wat is er nou veranderd in het Midden-Oosten vredesproces waar Nederland dus zo'n uitzonderlijke rol in heeft? De minister-president. Nou, dat beweer ik niet. Het is niet zo dat Nederland, dan moet je denken, kabinet Balkenende 4 met die stoplichten waarin stond oplossen van het Midden-Oosten conflict. En dat stond op groen. En toen we toen vroegen waarom staat het op groen? Nou ja, het stond volgens mij op groen, omdat alle acties waren uitgezet. En dat zat op hetzelfde niveau als het tegengaan van fietsendiefstallen. Nee, zo werkt het helaas niet. Het is een uitermate ingewikkeld conflict. Ik ben blij dat in 2013 ben ik met Frans Timmermans en Lilian Ploemen daarheen geweest. We hebben toen gesprekken gevoerd, zowel aan Palestijnse zijde als aan Israëlische zijde, de basis gelegd voor de politiek die eigenlijk Nederland sinds 2013 ook voert, in lijn met het regeerakkoord van het vorige kabinet. Ik denk dat het kabinet daarvoor wat meer naar één kant leunde, dat we daar gewoon reëel over zijn. Maar het vorige kabinet, denk ik, is begonnen heel stevig dat evenwicht te zoeken. Daar is dit kabinet mee doorgegaan. Dat heeft geleid tot een handelsmissie naar beide zijden. Heeft geleid tot het opzetten van fora met zowel de Palestijnen op de Westbank onder leiding van Abbas als met de Israëli. Vanuit daar zijn we door gaan werken. Dat heeft onder andere geleid tot bezoeken aan Nederland van zowel Abbas als Netanyahu, separaat helaas nog, in 2015 en 2016. En daar is het voortgekomen dat er inmiddels gesprekken plaatsvinden over inderdaad al die grensoverschrijdende kwesties. En dat is een van de weinige plekken waar Israël en de Palestijnen met elkaar ambtelijk, hoogambtelijk met elkaar in gesprek zijn. Dat zijn kleine resultaten die je kunt bereiken. Daartoe is het belangrijk, denk ik, dat we die proxyoorlog in Nederland, van ben je voor de Palestijnen of voor de Israëli, dat we zeggen, joh, zullen we vooral proberen daar iets op te lossen in plaats van de hele dag elkaar de maat te nemen voor je ben je. Volgens mij willen we gewoon allemaal vrede daar. Daar kan Nederland een kleine rol in spelen, dat proberen we. En ja, als ik de heer Kuzu de indruk heb gewekt dat wij het probleem hadden opgelost als Nederland, nee, dat zou niet terecht zijn. Heer Kuzu. Voorzitter, het gaat erom dat je het, ik ben me zeer zeker bewust van het feit dat wij als land het probleem niet in ons eentje kunnen oplossen. Maar we kunnen wel een duidelijk signaal afgeven. En dat duidelijke signaal moet wel gaan langs de lijnen van het internationaal recht. En wat ik probeer te zeggen is dat in de afgelopen 10 jaar het constant veroordelen of het mogelijkerwijs vaststellen dat het in strijd is met het internationaal recht er niet voor zorgt dat er Palestijnse kinderen worden vermoord door Israëlische bommen. Dat er ook 2 Israëlische kinderen zijn omgekomen door de raketten van Hamas. Dat er duizenden, tienduizenden, wat zeg ik, miljoenen mensen in een bezetting leven waarvan mensenrechtenorganisaties aangeven dat het een regime is van apartheid. En wat hoor ik onze minister-president zeggen, voorzitter? Ja, wij gaan geen beladen termen gebruiken om de situatie te duiden. Want ja, dan zouden we mogelijk onze positie, dat equilibrium, zouden we kwijt kunnen raken. Terwijl wij, voorzitter, en ik zou dat de minister-president willen vragen, artikel 90 van onze grondwet zegt, bevorder de internationale rechtsorde. Vindt de minister-president dat hij door alleen maar bezorgd te zijn over de situatie al daar bijdraagt aan het bevorderen van de internationale rechtsorde? De minister-president. Nee, maar er is dan ook meer aan de hand natuurlijk. Wij vinden inderdaad in strijd met het internationaal recht wat Israël doet in Oost-Jeruzalem en op de Westbank.
Of heeft gedaan. En gelukkig is er nu een halt op nadere annexaties. Wij vinden dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen de duizenden Hamas-raketten. En dat zouden we in Nederland ook doen als ons dat hier zou overkomen. Maar uiteraard wel altijd met een achtneming van het leerstuk van de proportionaliteit. Wij proberen uiteraard in de contacten met beide zijden, niet met Hamas, maar wel met Ramallah en met Tel Aviv / Jeruzalem, proberen wij natuurlijk om onze bijdrage te leveren aan stabiliseren van de regio. Dat blok heeft daar ook maandag, zoals u weet, contact over gehad met Shoukry, de minister van Buitenlandse Zaken van Egypte. En daarna zijn er contacten geweest met andere ministers van Buitenlandse Zaken in de regio. We hebben hoogambtelijk ook de Amerikanen goed aangehaakt en zij ons. Uiteindelijk is hier natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid voor Egypte en voor de VN. Denk ik. Egypte, wat ook al hier opgemerkt is, wat ook zelf natuurlijk de grens naar Gaza dicht houdt. Dus niet alleen aan de Israëlische kant. Maar daarmee zijn natuurlijk heel veel dingen verkeerd in die regio. Dat is volstrekt helder. Maar het vraagstuk is natuurlijk, hoe kun je daar een bijdrage aan leveren om dat op te lossen? Meneer Kousou. Voorzitter, ik doe het omdat de minister-president de vergelijking heeft gemaakt. De laatste keer dat er sprake was van een bezetting in Nederland, was er ook sprake van verzet in Nederland. En daar zijn we ook trots op. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn in bezette Palestijnse gebieden die zich verzetten. En uiteraard keur ik het geweld af. En dan kom ik bij de tweet van de minister-president. Ik vraag me af of hij de reacties heeft gelezen op zijn Twitterbericht, waarbij heel veel mensen, duizenden mensen, ook via de mail hebben laten weten dat de minister-president niet namens hen spreekt. Okay. Ja, dat is dan best. Ja. Goed, dat moet ik mijn leven. Voorzitter, dat is wel best prima. Hè. De minister-president van alle Nederlanders die zegt dan tegen die duizenden mensen die hebben aangegeven dat de heer Rutte niet namens hen spreekt, zegt hij van ja, is prima. En dan wil hij beweren dat hij in een volgend kabinet weer de minister-president van alle Nederlanders gaat zijn? Nou, dat is een schouderophalend reactie. Wat is dat vraag, nou voor een reactie? U vraagt aan de minister-president. Voorzitter, ik zou hem willen vragen om daar serieus op te reageren. Nou, dat heb ik net gedaan. Ik kijk nooit onder water bij Twitter, omdat de meeste reacties van mensen komen die geen leuk leven hebben. Dus ik ga daar niet. Voorzitter, het was geen Twitter. Kijk, dat is dus ook zo dat de reactie van duizenden mensen die via de mail aan de minister-president laten weten het niet eens te zijn met zijn lijn, zet hij weg als boze mensen die het niet eens zijn Twitter. Het waren mailberichten. Dus mensen die serieus zich zorgen maken over de eenzijdige berichtgeving van deze minister-president en de eenzijdige houding. Je bestrijdt ten volle en het waren geen Twitterberichten, voorzitter. Het waren mensen die met de minister-president in contact willen treden en hun bezorgdheid willen uiten. En dat gaan we niet wegzetten als waren boze mensen. Ja, de minister, heb ik wel vaker. Ja, punt gemaakt, de minister-president. Ik bestrijd volledig dat een mededeling zozeer niet in balans was. Ik vind, dat is echt Nederlandse politiek van dit kabinet, dat recht Israël het recht heeft op zelfverdediging. Binnen alle grenzen die ook in het Twitterbericht staan. Ik heb dat zondag naar aanleiding van mijn telefoongesprekken ook verder context gegeven, ook wat daar recent gebeurd is. Stef Blok heeft dat ook nog weer verder uitgewerkt in zijn brief. Daar heb ik ook zondag natuurlijk al aan geraakt. Ook in de telefoongesprekken. Het behoud van de status quo bij de heilige plekken. Cruciaal om niet verder de zaak te bemoeilijken. Uiteraard de huisuitzetting die dreigt voor 4 vluchtelingenfamilies. En natuurlijk aan de Israëlische kant zal er gezegd worden, ja, maar ja. Het was een situatie die al. Israël had die zaken verloren voor 1948, deze mensen. Maar er zit geen balans in, hè, want aan de Palestijnse kant kan dat niet gedaan worden. Dus wij dringen toch per saldo aan om die huisuitzetting niet alleen tijdelijk te schorsen, maar überhaupt mee te stoppen. En zo proberen wij steeds weer in redelijkheid te kijken wat is hier verstandig om daarmee inderdaad goed die balans te houden, maar belangrijker nog ook naar beide zijden onafgebroken te zijn en een gesprekspartner. En dat zijn we naar beide zijden. En er zijn er niet veel van in de wereld. Dat ben ik niet persoonlijk, dat is gewoon een consequente Nederlandse politiek al sinds 2012. Voorzitter, afrondend toegegeven, dat waren de 2 elementen uit de verklaring van de minister-president waar ik tevreden mee was. De opstelling van Nederland over Sheikh Jarrah en de opstelling van Nederland waar het gaat om het gebruik van geweld in de Haram el-Sharif. Voorzitter, de minister-president kan toch niet beweren dat wanneer er 60 kinderen omkomen in Gaza,
dat het geweld van Israël proportioneel was. Dat kan hij toch niet met droge ogen beweren, dat het proportioneel was. Ik vind wanneer 60 kinderen omkomen. Ik vind daarom, vanwege het geweld vanuit Hamas, wat sowieso onacceptabel is van een terroristische organisatie, Israël handelt vanuit zelfverdediging. Ik vind dat de hele situatie, die vraag is hier gesteld, ik dacht door GroenLinks en anderen, dat die ook onafhankelijk moet worden geëvalueerd. Ik denk dat dat van groot belang is. Dat wordt vastgesteld wat daar precies gebeurd is. Nederland heeft geen eigenstandige positie, bijvoorbeeld op die mediatoren. Of de bewering van Israël klopt, of dat de bewering van Gaza en ook AP klopt, kunnen wij niet vaststellen. Daarom denk ik dat je daar echt onafhankelijk onderzoek naar nodig hebt.